Oh, fucking snap. Oh, fucking sneeze na, snappy. Sneeze na, snappy, 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 snap. Dit is eng en dat is geen grap. Hallo mensen van Doe Maar Gamen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Outlast. Ik heb er, ja, wel weer een beetje zin in, als je het zo wilt benadrukken. Maar in ieder geval, welkom terug. De vorige aflevering zijn wij ontsnapt aan de big man in het riool. Het was echt een hele hevige strijd, want ik moest namelijk elke keer een ladder raken eigenlijk. Ik moest proberen tegen een ladder aan te springen. Maar dat lukte niet altijd, om het even zo te zeggen. Ik heb het echt 3 keer opnieuw moeten proberen, totdat het uiteindelijk 1 keer lukte. Als jij de vorige aflevering wilt bekijken, kun je even op de aangegeven annotatie in beeld klikken. Maar genoeg over de vorige aflevering. Laten we het houden bij het heden, oftewel deze aflevering. En laten we proberen verder te komen. De game is aan het save, dat is een goed teken. En ik hoop dat we nu niet weer lastiggevallen worden door een of andere big man. Hoe de fuck hoor jij niet bij mij? Hoe de fuck? Wat gebeurt er nou? Weet je hoe eng dat was? Weet je hoe fucking eng het was dat hij in 1 keer op mij af kwam rennen zonder enige reden? Even serieus. Dat was gewoon echt fucking creepy. Ik wist niet eens wie het was. Ik dacht heel even dat het die psychopaat was. Dus ik was heel even zo van... Oh snap, we gaan fucking hard dood. We gingen ook bijna dood. Alleen niet door de main psychopaat, zeg maar. Er zijn hier zoveel psychopaten die je niet meer weet welke nou echt de bad guy is. Ik vraag me ook eerlijk gezegd wel een beetje af waar we naartoe moeten. Ik hoor namelijk geadem van iemand anders. Wat niet echt een goed teken is, want het is namelijk niet mijn geadem. En dan weet je dus dat er iemand achter me aan zit. Oh snap, dit is geen goed teken, guys. Ik hoor een beetje een onrustige ademhaling. Dat kan alleen betekenen dat er of iemand gemarteld wordt, of dat iemand helemaal gek aan het worden is. Dat kan natuurlijk ook. Oh mijn god, ik weet niet of ik... Wat de... Deze game die jaagt mij echt het stuip op mijn lijf. Ik moet proberen snel hier langs te komen. Ik hoop dat hij mij niet ziet. Als hij mij namelijk wel ziet, ben ik waarschijnlijk dood. Oké, schijnbaar doet hij mij niets. Dus ik ga hier maar snel naar beneden. Ik weet niet waar mij dit naartoe gaat leiden. Zijn we nou weer terug bij aan? Nee, we zijn niet terug, toch? Nee, hij is aan het zeven. Dat is een goed teken. Wie rende daar nou net langs? Al die rennende psychopaten, die zouden er eens een keer een hartstilstand van krijgen. Oké, we gaan dus proberen eerst dit hele lange pad te passeren. Zodra we dat gedaan hebben, hoe de fuck klein zijn die flesjes? Serieus, hoe de fuck klein zijn die flesjes? Ik weet niet of dat normaal is, zulke kleine flesjes, maar het zal wel. Oké, laten we hopen dat hier niemand zit die ons iets wil aandoen, om het even zo te zeggen. Oh mijn god, er rent hier iemand het riool door en ik weet niet wie het is. Het is in ieder geval iemand die zijn handen zeg maar zo vastgetaped heeft. Dus dan weten we in ieder geval dat er niets bij ons kan gebeuren. Tenminste, hij kan natuurlijk alsnog een kopstoot of zo geven. Maar de kans dat hij dat doet is niet immens groot. Dus laten we maar gewoon hopen dat er niets mis met ons gaat. Oké, we rennen heel even snel deze wannabe tunnel uit, om het even zo te zeggen. En dan ben ik enigszins wel benieuwd waar dat ons naartoe gaat leiden. Ik vertrouw dit dus gewoon echt niet, hè. Ik vertrouw dit dus gewoon echt niet gewoon. Als je mij vraagt of ik dit vertrouw, ik vertrouw dit dus gewoon echt niet. Echt niet gewoon. 0,000. Oké, misschien vertrouw ik het een beetje. Omdat het hier namelijk ruikt naar Oreo's. Oh nee, dat is in mijn kamer, het spijt me. Ik heb net Oreo's op. Maar kom op, Job. You can fucking do this. Je bent een man. Mannen zijn niet bang voor psychopaten die lijken op biggen. Oké, die zijn het. Oké, ik ben wel bang voor mijn wiskunde leren, maar dat mag. Mannen mogen bang zijn voor wiskunde leren, want dat is eng. Wacht, waar moeten we naartoe? What the fuck is dit? Oh mijn god. Conciërge! Ik ga hier snel weg, want dat ziet er niet heel erg aangenaam uit. Echt totaal niet gewoon. Dus laten we snel hier naar boven lopen in de hoop dat we dan wel ergens uitkomen waar we moeten zijn. Oh, deze game maakt me met een seconde banger. Even kijken, nieuw objective. Reach the ground floor of the mill ward. Oké, we moeten de onderste vloer bereiken van mill ward. En ik weet niet waar dat is, maar daar komen we waarschijnlijk vanzelf wel achter. Wat is dit? Hold left mouse button to move forward to push. Oh, we moeten dingen verschuiven. Oh, dat is echt zo kut. Als je onder spanning iets moet verschuiven, word je helemaal gek. Geloof me. Dat is echt zo kut. Oh, hij moet verder verschoven worden. Ik wist niet eens dat daar een ventilatiekracht was. Ik weet gewoon dat er iemand achter ons aan zit. Oh, snap. Oh, snap. Oh, fucking snap. Oh, fucking sneeze na, snappy. Sneeze na, snappy. Snappy, snappy, snap. Dit is eng en dat is geen grap. What the fuck just happened? Hallo meneer? Ik heb geen zin dat er iets met hem gaat gebeuren. Oké. What the fuck? Wie is die man? Kan deze deur open?
Oké, deze deur kan open. Wat staat er? Wat gebeurde er nou? Ik hoorde in één keer iets. Maar ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik weet niet, het is waarschijnlijk niet... Ik heb elke keer het idee dat ik iemand hoor praten. Dit is niet gezond. Ik weet ook echt niet waar ik naartoe kan momenteel. Dit is echt veel te creepy. Ik ben alleen al bang dat die man iets gaat doen bij me. Oh, wacht, voetstappen. Dat zijn niet mijn voetstappen. Laten we in ieder geval hopen van niet. Oké, gaan we naar voren of gaan we naar links? Hey, laten we deze kant op moeten. Ik hou shift ingedrukt. What the fuck was dat? What the fuck, waar komt dat vandaan? Oh snap, ik weet niet waarom ik dit überhaupt doe. Hier zit iemand achter. Oh nee, dit is niet goed. Wat doe ik? Wat de fuck is dit voor kamer? Oh nee, dit is toch geen opereerkamer of zo? Want als dit, als alles er onder het bloed ligt en overal zijn lijken te vinden, dan weet ik niet weten wat er in de opereerkamer is. Niet zo comfortabel. Oké, okay, nice. We zijn in een ventilatiegracht. Laten we erop houden dat iets goeds is. Oh mijn god, dit is zo fucking nasty. Welke fucking motherfucker heeft daar die troep gemaakt? Oh mijn god. Eén conciërge is niet genoeg, guys. Geloof me. Nee, nee. Kut, kut. Kut, 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 kut! Kut, kut, kut! Oh, ik word hier zo bang van! Nee, tante! Oh, zo close! Oh mijn god, mijn hart. Ik moet even tot rust komen. Oh, dit was zo creepy. Oh snap, oh snap. Ik weet niet eens waar ik naartoe loop. Oh, waar loop ik naartoe? Ik weet het niet. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben fucking dood. Ik ben ten dode opgeschreven. Als er een boek is met dooien, dan ben ik ten... Ik ben dood. Oh, fuck. Oh, bloody hell. Dit is eng. Dit is echt fucking next level. Dit is echt het engste dat ik tot nu toe heb meegemaakt. Fuck. Ik ga er gewoon van klappen. Ik ga er gewoon... Wacht even, waar ben ik nou? Oh, ik ben hier weer. Ja, ik kan hier niet weg. Ik kan hier niet weg. Hou je bek. Ja, ik... Ah, kutzooi. Ik kan niet meer terug. Ik ben hier nu en ik ben gewoon screwed. Laten we het daarop houden. Ik ben gewoon ten dode opgeschreven. Nogmaals, als er een boek is met dooien, sta ik daar nu in. Fuck, ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zit vast. Ja, wat moet ik hier doen dan? Ze zijn toch met... Oh, wacht. Nu kan ik waarschijnlijk weer terug. Nee.
Nee, doe ik het weer. Ik weet het al. Ik moet opletten waar hun vandaan komen. De plek waar zeg maar hun achter mij aankomen. Daar moet ik uiteindelijk weer naartoe. Omdat ik namelijk toch voor hun weg. En hun komen mijn kant op. En dat is dus voor mij dan de mogelijkheid om daarna terug te gaan. Ik snap trouwens niet hoe ze mij nog steeds niet hebben kunnen vermoorden. Dat is echt een raadsel. Dat is dus hier. Dus wat als ik nou gewoon hier wacht? Kom maar. Kom maar. Wat de fuck doe ik? Waar de fuck komen hun van? Ik weet toch niet waar ze vandaan komen? Waar moet ik naartoe? Serieus? Waar de fuck moet ik naartoe? Ik snap het echt niet. Waar moet ik naartoe? Ik snap het niet meer. Ik zit hier gewoon nu fucking vast. Ik hoop echt niet dat dit een bug is. Of ik moet er wel gewoon overheen springen. Dat kan natuurlijk wel. Ja, ik ga het gewoon proberen. Oké. Hopen dan maar. Ja, ja, ja. Hier. Hier, kijk, hier kan ik rechtsaf. Maar dan moet ik springen. Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. En ik heb ook nog een jeuk aan mijn neus. Het kan ook niet slechter. Dat is gewoon echt next level. Wat moet ik nou doen? Ik kan hier niet zomaar wegkomen. Dat is gewoon moeilijker dan het lijkt. Geloof me. Ik snap niet of ik nou terug moet springen. Oh, ga nou weg. Stel dat je zielige mannetjes dat jullie er zijn. Ik kan daar niet... Oké, dit is waarschijnlijk even iets wat ik offscreen moet proberen uit te vinden. Want dit is namelijk echt super moeilijk. Ik weet echt niet hoe ik daar overheen kan komen. Daar ben ik serieus. Ik weet het echt gewoon niet. We gaan het nog even één keer proberen. Wacht. Als ik niet beweeg, komen ze niet. Wacht even, ik beweeg nu niet en dan komen ze niet. I don't freaking know. I don't freaking know. Echt serieus, ik weet het niet. Wacht even, denk na, Job. Waar komen hun vandaan? Dat is even hetgeen wat ik moet weten, want hun komen ook ergens vandaan. Als ik nou de plek neem waar hun vandaan komen, ik ga daar naartoe. Als ik nou gewoon kruip, komen ze dan? Ja, dan komen ze ook gewoon. Ik snap het echt niet. Hier moet iets zijn. Er is hier niets. Ik kan wel rondjes blijven rennen, maar er is hier letterlijk niets. Ah, fuck. Shit. Shit. Fuck, ik wil zo graag dit stukje passeren. Maar ik weet momenteel even niet hoe dat moet. Nou ja, jongens, ik ga het hierbij laten voor deze nieuwe aflevering van Outlast. Heb je nou toch genoten van deze video? Dan kun je me natuurlijk even belonen met een blauw duimpje omhoog. Ik ga ervoor zorgen dat ik offscreen achterkom waarom ik niet verder kom. Want ik moet het weten. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende aflevering van Outlast. Later mensen.